Hallo, leuk dat je ook in 2022 weer terug bent op mijn kanaal. Deze video gaat over het mengen van calciumchloride in zeewater en zal antwoord geven op de vraag of het gevaarlijk is om calcium toe te voegen aan je zeeaquarium. Dus schrik alsjeblieft niet dat deze video veel te maken zou hebben met scheikunde en dat komt met name door een tafereel wat ik heb mogen meemaken tijdens het onderzoeken van de waardes van mijn aquarium. Ik was namelijk bezig met het meten van mijn waardes, waaronder dus de calcium, alkaline en magnesium. En toen kwam ik erachter dat mijn calcium eigenlijk veel te laag was. Deze zou tussen de 420 en 450 parts per million moeten zijn, maar deze was rond de 280. Aanzienlijk veel lager dus. Ik heb dit eigenlijk niet gemerkt, omdat mijn SPS op zich het niet slecht deden, wat eigenlijk een wonder is. Niet dat ik heel erg veel SPS heb, maar de Acropora die ik heb, die deed het gewoon goed. Alleen de Stylopora die werd ineens wat wit. Over het algemeen is Stylopora niet de moeilijkste SPS-soort. Dus toen ben ik gelijk gaan meten. En toen ben ik dus erg geschrokken van de calciumwaarde. Ik ben vervolgens calcium gaan bufferen. Je kan dit doen door heel veel milliliters toe te voegen. Maar ik heb ervoor gekozen om calcium in een zak te kopen van Aquaforest. Dit zijn allemaal witte steentjes, eigenlijk calciumchloride, wat in die zak zit. Vervolgens heb ik berekend hoeveel milligram er nodig is om van 280 parts per million naar 450 te gaan. Dit kwam neer op ongeveer 44 gram per dag en dan zou ik het 3 dagen moeten doseren. Er is mij verteld dat je bij het bufferen beter 3 dagen kan verspreiden met het doseren dan dat je het allemaal in 1 keer in je aquarium doet. Na het netjes afmeten heb ik het in een bakje met zeewater gedaan uit mijn aquarium en toen gebeurde er iets geks waar ik eigenlijk van zelf ben geschrokken. Het calcium ging mengen met het zeewater en vervolgens werd het bakje enorm heet. Eerst dacht ik van, heb ik per ongeluk theewater in het bakje gedaan of iets anders, waardoor het nu ineens zo enorm warm is. Maar dat bleek dus niet het geval. Ik zag zelfs een beetje rook uit het water komen. Nou, dat vond ik heel erg vreemd. Vervolgens ben ik dit gaan uitzoeken. Ik vond het toch wel heel erg interessant en ik dacht, ik ga het eens eventjes navragen. Toevallig heb ik een familielid die in de chemie werkt en die heeft dit voor mij uitgezocht. In de zak van Aquaforde zit 850 gram calciumchloride. Dit is een zout wat bestaat uit 2 elementen, calcium en chloor. Wanneer dit in water terechtkomt, lost de vaste stof op en worden de bindingen tussen het calciumatoom en de chloride-atomen verbroken. Bij het verbreken van deze bindingen komt energie vrij. Wat er overblijft zijn calciumionen en chloorionen, opgelost in water. Deze ionen gaan ook weer bindingen aan met de watermoleculen. Maar omdat in deze bindingen minder energie zit dan in de bindingen van het calciumchloride molecuul, blijft er energie over wat moet worden opgenomen door de omgeving. Het oplossen van calciumchloride in water heet daarom een exotherm proces. Door dit proces stijgt de watertemperatuur. Dit riep bij mij direct de vraag op, hoeveel gram calciumchloride moet je toevoegen aan je zeewater om het water met 1 graden te laten stijgen? Dit zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor de vissen en met name voor je koralen. Het antwoord hierop is bij mijn aquarium, dus 250 liter, 1,3 kilo. Er wel van uitgaande dat alle energie wordt omgezet in warmte. Ik zal dus minimaal 2 zakken nodig hebben om het water in mijn aquarium 1 graden te laten verwarmen door dit exotherme proces. Maar ik was eigenlijk niet van plan om dit uit te gaan testen, althans niet op mijn aquarium. Ik heb dus 3 dagen achter elkaar 44 gram calcium toegevoegd. Dit ging allemaal in de sump, maar ik hoefde er niet bang voor te zijn, althans niet heel erg bang voor te zijn, dat de temperatuur zou stijgen van het aquarium. En het heeft even geduurd en met wat tussenstappen is het gelukt om het calcium te verhogen. Het was zelfs iets hoger geworden dan wat ik eigenlijk wilde, maar beter iets te hoog dan iets te laag. En zolang het niet boven de 500 komt, schijnt het niet een heel erg groot probleem te zijn. Ik zag na het verhogen van de calcium onmiddellijk herstel. Althans, ik zag dat de Stylopora er wel een stuk beter bij stond dan hoe die was. Zijn polypen kwamen wat meer naar boven en ook het witte begon een beetje weg te trekken en werd weer paars. De andere LPS en SPS die deden het over het algemeen al vrij goed. En ik heb het idee dat ze niet minder zijn geworden sinds de calcium is verhoogd. Vond je dit een interessante video? Overweeg dan om te abonneren op dit kanaal. En heb je misschien nog vragen of opmerkingen? Zet ze dan in de comments. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug bij de volgende video.